Als de ene vergelijking niet aanspreekt, neem je een andere vergelijking. Feynman heeft er ook een bedacht. En die ging over speelblokken. Die zei, ja, nou, als je het aantal blokken telt, er waren er altijd 28. En dat kun je vergelijken met energiebehoud. Niet in joule, maar dan in blokken. En er was op een dag waren er maar 27. Toch is energie behouden. Toch moet het aantal blokken 28 opleveren. Dus je gaat goed sokken. En wat bleek? Onder het tapijt lag een blok. Dus het waren er weer 28. En een ander moment waren er maar 26. Nou, wat nu? We hebben geloof in energiebehoud. We hebben geloof in het behoud van 28 blokken. Dat aantal kan niet veranderen. Dus we gaan goed uitzoeken. En het bleek, het raam was open. En twee blokken waren verdwenen. Op een ander moment waren er 30 blokken. Hoe kan dat nu weer? Nou, Bruce kwam langs en hij had twee blokken meegenomen. Deze vergelijking kun je zeggen zo van, nou ja, oké, dit is ook weer een verhaaltje. Maar het kan leerlingen houvast geven. En deze vergelijking is ook weergegeven in een vetsimulatie. Vetsimulaties zijn simulaties ontwikkeld met het geld van Nobelprijswinnaar Carl Wieman. En naar al deze situaties is onderzoek verricht. Dat betekent dat er knoppen of dingen die je kunt variëren verdwijnen als dat het begrip in de weg staat. Of dat er iets bij moet om leerlingen de simulatie beter te laten begrijpen. En zoals je ziet bevat dit blok ijzer blokjes energie. En als we hier verwarmen, dan is er energieoverdracht. En dat betekent dat het ijzer meer energieblokjes krijgt. Maar je ziet ook dat er energie weer overgedragen wordt aan de lucht. Want er is een temperatuurverschil. En dat kan ook in water. En zolang dat temperatuurverschil er is, zolang er geen thermisch evenwicht is, wordt er energie overgedragen. Hier zien we energieomzettingen. Dus ik kan aanzetten de bewegingsenergie van het water. Hier wordt het mechanische energie genoemd, grijs. En dat wordt omgezet in bewegingsenergie van het rad. En dat wordt weer omgezet in de blauwe blokjes energie. En dat is elektrische energie. En op een gegeven moment is de stroom groot genoeg in de lamp om de gloeidraad te laten gloeien, waardoor we licht uitstralen en dat zien we dan in de gele blokjes. Maar ook warmtestraling in de rode blokjes. Nou, heb je er nog meer? Ja, je kunt hem ook op deze fiets zetten. En als je de fiets aanzet, dan wordt het chemische energie die de fiets er eet, heeft in zich heeft opgeslagen nadat ze voedsel tot zich heeft genomen. Zet ze om in bewegingsenergie en dan krijg je hetzelfde verhaal als net. Wederom, dit kan ook weer helpen voor leerlingen om energie en energieomzetting een plekje te geven in hun hoofd.